Vandaag in Beneden Peil gaan we verder waar we vorige week gebleven waren, maar in Duitsland. Bij de Almeerders Keizer en Krank Joram. Zij zijn bezig met de opnames van de plaat en wij hebben een exclusief kijkje achter de schermen. Mijn held! Dit is Beneden Peil. Yo! En I love it. Veel dingen in mijn hoofd en ik zit te denken wat ik morgen moet doen als ik wakker word. Krank is een baas, man. Krank is een fucking baas, man. We zijn tot 6:30 ochtends zijn we doorgegaan, maar we hebben 3 tracks gemaakt. En ja, goede vibe. De eerste 2 dagen zijn heel goed bevallen eigenlijk voor mij. Ik zit in een goede vibe met iedereen. Iedereen is gewoon lekker creatief, weet je. Een beetje drinken af en toe, wat eten. Je zit gewoon in een zone en hier is voor de rest in de omgeving helemaal niks. Dus je bent gewoon hier en we zijn gewoon muziek aan het maken, weet je. Voordat ik naar hier kwam, dacht ik, ik ken die niggas niet. Weet je, ik ga zomaar hoekjes maken met niggas die ik niet ken. Maar toen ik hier kwam, de vibe was tof. Huis is prachtig. Welkom in Duitsland. Dankjewel. Je gaat kruipen, man. En ik wil dat je zoveel mogelijk drinkt ook, hè. Het moet op. Alles moet op. Keizer ging gisteren koken voor ons. We waren zeker een uur in de supermarkt in Duitsland. Om al die ingrediënten te zoeken. Maar het verliep goed. Carbonade en aardappelpuree. Met lekker salade erbij. Jus. Zwijn. Die jus was voor zwijn. Maar ja, het was nog steeds lekker. Heb je wel eens zoveel gekocht, nigger? No. Hey, hoe ga ik 14 man pakken? Carbonades maken eigenlijk. Hij kan niet koken, man. Nou, dat was niet zo tof, man. Veel diarree, maar shit, man. Ik denk dat Joe, zijn buik niet, het werkt niet met bepaalde dingen gewoon. Kijk, hè? Maar ik kook nooit meer, of tenminste als ik kook, eet Joe niet. Ik denk dat we nog heel veel muziek gaan maken, man. Want ik ben pas 4 uurtjes wakker. Of we zijn pas 4 uurtjes wakker. Weet je, dus we gaan gewoon lekker door. Kraankje die liet een paar beats horen, maar ja, ik wilde toch wat anders doen, weet je. Dus toen heb ik tegen Kraankje gezegd van, hey, ik vind dit hard en als je zoiets zou maken, dan zou het wel tof zijn, man. En voor ik het wist, 10 minuten later dat hij een beat. En hij voelde die vibe meteen gewoon, dus we gingen meteen aan de slag. Hij ging schrijven, Keizer kwam naar boven. En hij ging ook meteen schrijven, dus in principe was het een done deal, weet je. En toen was het gewoon eventjes communiceren met elkaar van oké, het zou mooi zijn als dit de refrein is. En toen ontstond die track eigenlijk gewoon. Dit WK ben jij de Oranje Reporter van Beneden Peil. Volgende week donderdag, dan begint het WK in Brazilië. En natuurlijk kleurt Beneden Peil de aankomende tijd helemaal oranje. En voor onze speciale WK-uitzending zoeken we Oranje Reporters voor Beneden Peil. Doe eens gek en film die WK-gekte. Kan je mooie trucjes met een bal? Ben je bij het voetbalfeest van de week? Of heeft je beentje een voetbalhit geschreven? Film het! Stuur het op!
En wij zenden het uit tijdens de speciale Beneden Pijl WK-uitzending. Dit WK ben jij de oranje reporter van Beneden Pijl. Nu gaan we terug naar Zürich. Nein, gaan we terug. Terug. Nou, dan gaan we weer naar Duitsland. En toen zong ik voor de grap erop. Alle schoolvissen, respect naar Joe voor dat, man. Want we zouden eigenlijk iets op een andere beat doen. Toen had Joe opeens een alle soort vibe op een andere beat. En toen was het gewoon eventjes communiceren met elkaar van oké, het zou mooi zijn als dit de refrein is. En toen ontstond die track eigenlijk gewoon. Je zie ik jou niet meer. Maar schat, ik ken je nog steeds. Is jaren geleden die tijd van ons twee. Jij ging toen eerst met mijn mattie en toen was het over. En zag je dat ik naar je keek, dat deed ik al sinds groep 4. Ik hou van om mijn verse toch een beetje persoonlijkheid te geven. Om toch terug te gaan naar de... Naar waarheid, weet je. Naar gewoon iets wat misschien echt is gebeurd. Dus hoeft niet altijd. Maar ja, op het moment dat je op de wc zit, dan ga je nadenken. Toch zou dat naar Kerstens Carbonade voor die diarree. Toch het heeft me wel geholpen om mijn harde verse te schrijven. Duitsland, nigga. Germany. Kijken wat Keis in zijn bootcamp doet. Hits. Sowieso minimaal 5 top 10 hits. Hits. En ja man, gewoon drinken. Gewoon. En lekker bezig zijn. En Keis een beetje helpen met zijn pokus. Is dat pokusam? Keis baby! Is dat pokusam? Keis baby! Is dat pokusam? Keis baby! Pokusam! Keis baby! Ik heb pokusam! Keis baby! Het gaat niet open. Pokusam! Is dat pokusam? Ja. Is dat pokusam? Pokusam! Ik heb fans helemaal... Ik heb fans helemaal in Germany. Bokusam is gearriveerd. Ryan List is gearriveerd. Dus wat het slimme is om te doen nu, denk ik, is Sam eventjes in zijn shit laten daar zo. Toch? Met Ryan en Krank Joram. En dan komt er opeens iets uit en dan schrijf ik er 16 en dan heb ik een tune. Ryan en Krankje gingen een beat tikken. Toen had ik bij de eerste vocal volgens mij had ik een soort van melodie in mijn hoofd. Iets met nigger, maar vertrouw geen nigger, nigger. Zoiets was het. Dat we gemaakt hebben in Duitsland. En hebben we onze eerste poolwedstrijd gespeeld. Oh, spannend!